De NASA maakt al meer dan 50 jaar gebruik van waterstof. De grote industrie in Nederland maakt ook al jaren gebruik van waterstof. Het is geen nieuwe technologie. Alleen de schaal waarop het nu uitgerold moet worden is veel groter. En er moeten gewoon productiefaciliteiten komen om te zorgen dat het ook aangeboden kan worden. Gisteren sprak Rob van der Laan bij de commissievergadering in Zeewolde. De gemeente wil woningen in de Wildbuurt, de Vlinderbuurt en de Vissenbuurt van het gas afhalen. Voor een oplossing kijkt het college naar een hybride waterpomp, stadsverwarming of waterstofgas. Al is die laatste oplossing niet goed uitgezocht, vindt Van der Laan. Vanuit de groep die ik vertegenwoordig, Waterstof in Zeewolde, zijn er mensen die contact hebben gelegd met de betreffende ambtenaar. En in dat gesprek werd aangegeven dat waterstof eigenlijk geen reële optie is. Dus dat zou betekenen dat in de gesprekken ook waterstof niet meer. Meegenomen gaat worden voor de keuze van deze bewoners. Terwijl wel richting de Raad wordt gepresenteerd dat waterstof een serieuze optie is. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik toch probeer om wat meer bekendheid te krijgen. Eh, omdat ik denk dat het gewoon de beste optie is. Want niet alleen huizen moeten van het aardgas af, ook de industrie. En dan is volgens Van der Laan waterstofgas een aantrekkelijk alternatief. Eh, de warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie. In de energietransitie uh, moeten ook de bedrijven hier op het trekkersveld moeten uiteindelijk van hun fossiele brandstof af. Op het moment dat we die mee kunnen krijgen naar waterstof, hebben we een synergie. Dan kunnen we en de gebouwde omgeving op waterstof overlaten gaan en de uh, bedrijven in het trekkersveld kunnen ook van de fossiele brandstof af. Hij hoopt dat het college alsnog met woningeigenaren en de industrie om de tafel gaat zitten. Al verwacht hij dat met of zonder hulp van de gemeente waterstofgas er toch wel komt. Als dit niet lukt, dan voorzie ik eigenlijk dat de huiseigenaren zelfstandig tot de productie van waterstofgas over zullen gaan. En dat mensen units in hun tuin gaan zetten om daar waterstof te gaan produceren. En dat lijkt me erg ineffectief allemaal. Dus je zegt linksom of rechtsom: het, het gaat sowieso wel gebeuren. Ik denk dat het sowieso gaat gebeuren.